Zakkenrollers gebruiken allerlei handige trucs om je waardevolle spullen te stelen. Zo staan ze vaak in de buurt van dit soort waarschuwingsborden. Zodra je langs zo'n bord loopt, check je vaak even of je alles nog hebt. En zo ziet een zakkenroller direct waar jij je spullen hebt zitten. Als ze hun prooi gevonden hebben, speelt afleiding een grote rol. Ik zal me even voorstellen, ik ben Victor. Ik ga kijken of ik deze mevrouw recht onder haar neus kan bestelen, zonder dat ze het doorheeft.